In deze instructievideo tonen we de filtermogelijkheden in actocalculatie. Gebruik een filter om snel de gegevens te vinden die je nodig hebt. Het gecombineerde filter is een filterveld dat permanent zichtbaar is en waarop meerdere velden tegelijkertijd gefilterd wordt. Er zijn ook prefilters. Dit zijn vooraf gedefinieerde filters die met één muisklik kunnen worden geselecteerd zonder de filtervoorwaarden handmatig in te stellen. De filters kunnen eenvoudig worden in- en uitgeschakeld via de prefilterbalk. Een actief filter is te herkennen aan de blauwe kleur. Prefilters kunnen gecombineerd worden, maar soms mag er slechts één actief zijn en wordt de andere automatisch uitgeschakeld. Het filterformulier wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens te beperken tot wat nodig is. Pas verschillende voorwaarden toe op basis van eenvoudig zoeken of geavanceerd zoeken om tot het gewenste resultaat te komen. Als het standaard filtervenster onvoldoende mogelijkheden biedt, gebruik dan de filterexpressie. Zoek op meerdere waarden tegelijk, bijvoorbeeld de uitvoeringslocatie Amersfoort en Utrecht. Binnen actocalculatie is er de mogelijkheid om filters die vaak gebruikt worden op te slaan. Zoek bijvoorbeeld naar alle aanvragen met een aanbiedingsprijs van meer dan 25.000 euro. De zelfgemaakte filters verschijnen in de balk en zijn te herkennen aan het icoon met de eerste letter van de omschrijving. Navigeer via de rechtermuisknop naar prefilters wijzigen om de opgeslagen filters te wijzigen of te verwijderen. De optie Snel filter is een snelle manier om op een specifiek criterium te filteren. Selecteer eerst de cel waarop gefilterd moet worden en klik met de rechtermuisknop op Snel filter in het menu. Het snel filteren werkt erg goed door gebruik te maken van de sneltoetscombinatie Ctrl plus Alt plus R. De kolom van de geselecteerde cel wordt nu gefilterd tegen de waarde van de cel met de voorwaarde is gelijk aan. Open het filterscherm om de zoekopdracht te bekijken. Dit snelfilter kan meerdere keren achter elkaar op verschillende kolommen worden gebruikt. Meer weten? Bekijk ook de andere instructievideo's van actocalculatie.